Ik weet niet waar ik moet beginnen. Nederland is zo'n ongelooflijk mooi land met zo ontzettend veel leuke dingen om trots op te zijn. Het is gewoon te veel om op te noemen. Hier in Nederland hebben we tenminste nog een dappere overheid die ons niet onderdrukt of voorliegt, maar ons op een manier die bijna vakkundig te noemen is van de ene ramp naar de andere loodst. Dankzij het geweldige gedrag van onze overheid hebben we toch maar mooi die coronacrisis overleefd, hè? De strategie om elke 3 dagen het plan te wijzigen, helemaal niets op orde te hebben, gewetenloos en zonder enige kennis van zaken met hagel te schieten en stevast zwalkend achter de feiten aan te lopen, bleek de perfecte aanvalsroute om dat nare virus mee uit te bannen. Ik moet er niet aan denken hoe we er nu bij hadden gelopen, mochten we een andere overheid hebben gehad dan hier, dan die onze. En dan heb ik het nog niet eens benoemd hoe onze overheid zo barmhartig was om midden in de storm het zinkende schip te verlaten, omdat helaas aan het licht was gekomen dat ze speciaal voor ons hadden geprobeerd om extra geld te verdienen door allerlei mensen die niet zo goed zijn in Nederlands helemaal kaal te plukken. Onze overheid zorgt ervoor dat we alles krijgen wat we willen, no matter what. Onze overheid houdt zo extreem veel van ons dat ze honderden mensen wekenlang buiten op straat laten slapen. In toestanden waar de mensenrechtenorganisatie zich kapot van schrikken. Zodat wij geen overlast krijgen. Zodat wij geen drukte hoeven te hebben in het winkelcentrum. Zodat wij onze leegstaande gebouwen niet op hoeven te geven. Alles liever dan dat. Zelfs als het betekent dat er baby's sterven. De overheid blijft rotsvast voor ons in de deuropening staan. En we hoeven niet eens te stressen om die baby's. Want de overheid is zo meedenkend dat ze vrijwel altijd direct een paar onderzoekers laten concluderen dat het niet onze schuld is. Zodat we weer rustig verder kunnen slapen. Krijg je scheuren in de muur waardoor het zou kunnen dat je net iets minder geld gaat verdienen dan waar je vindt dat je recht op hebt? Geen zorgen. Onze overheid schiet te hulp door van je leven een bureaucratische held te maken. Want dan heb je tenminste geen tijd meer om naar je scheuren te kijken. Dat vinden ze heel belangrijk. Dat zelfs wanneer vanwege, ik zeg maar wat, een wereldoorlog bij ons om de hoek het gas op dreigt te raken, dat zelfs dan onze overheid nog steeds bezig is met jou en je scheuren. Liever een hongerwinter dan meer scheuren in je muur. Dat mogen duidelijk zijn. En iedereen die ook maar een klein beetje lijkt op Mark Rutte verdient een eerlijke kans om rijk te worden en rijk te blijven. Dat zijn de keiharde palen waar onze voortvarende natie op gebouwd is. Communistisch lange rijen bij alle publieke diensten, maatschappijontwrichtende stakingen, totale leegloop van het personeel bij alle essentiële beroepen, brandende hooibalen op de snelweg, letterlijk en figuurlijk. Voor niets wordt gezwicht. Het enige dat telt is dat de minimumlonen niet omhoog gaan. Want dat zou toch een verschrikking zijn als de enkelingen die geprofiteerd hebben van de lockdown meer moeten gaan bijdragen om de gaten in de economie te kunnen dichten. Daar zijn we het allemaal mee eens. En ben je bang dat je slecht zult slapen vanwege de dreigende onherstelbare klimaatproblemen die de toekomst van de mensheid in twijfel trekken? Vrees niet langer. Aan alle doelen en wettelijke verplichtingen kan altijd wat gedaan worden. Niets dat vaststaat hoeft ook echt in Nederland. Er is simpelweg zoveel goeds en moois over dit land te vertellen. Ik weet gewoon niet meer waar ik moet beginnen. NPO Radio 2.